Tot en met 31 oktober is in het Vrijheidsmuseum in Groesbeek een wel heel bijzondere tentoonstelling te bezoeken, namelijk de Democratiefabriek. En de Democratiefabriek is een tentoonstelling vol met machines, apparaten en gereedschappen waarmee je letterlijk aan het werk gaat met democratie. En voor veel kinderen en jongeren hoor je vaak is democratie iets heel abstracts. Dat is ver weg, dat gaat over Den Haag, over Brussel. Maar wat heeft dat met mij te maken? En in deze tentoonstelling leer je dat het alles te maken heeft met jouw eigen leven. Het gaat over je school, over pesten, het gaat over je sportclub, over je muziekvereniging. Denk bijvoorbeeld aan als er ruzie is in je vriendengroep, ga je dan gelijk met elkaar op de vuist? Of ga je met elkaar praten? En dat is de essentie van democratie. Dat je ondanks alle verschillen, de verschillende belangen, met elkaar praat om zo tot een samenleving te komen. En dat leer je hier, dat het mensenwerk is. En daarom gaan kinderen en jongeren dus hier echt aan het werk met democratie. Dat is heel interessant voor scholen, maar het is ook heel leuk om hier met je kinderen en kleinkinderen naartoe te gaan. En hopelijk als je dan de democratiefabriek helemaal doorlopen hebt, dan besef je, het gaat niet alleen over die wereld die ver van mij afstaat, maar het gaat ook over mijn eigen wereld, mijn eigen omgeving.